In deze opgave is de positie van i gegeven als functie van x. De opzet is exact hetzelfde. We kijken eerst naar de positie van x, de snelheid van x en de versnelling van x. En hetzelfde doen we in y-richting. Positie i, snelheid i en de versnelling van i. Dan gaan we invullen wat we weten. We weten i. I is namelijk 0,05 maal x in het kwadraat. En we weten de positie van x. Die is namelijk 5. De snelheid van x, fluxie x, is min 10. En de versnelling van x, dubbel fluxie x, is min 5. Dan moeten we i gaan differentiëren naar de tijd. Maar we hebben geen functie van i naar de tijd, we hebben een functie van i naar x. Di dt is di dx keer dx dt. Oftewel, di dt, oftewel fluxie i, is di dx maal dx dt. En dx dt is fluxie x. Nu kunnen we 0,05x² differentiëren naar x, dat is 0,1x, keer die fluxie van x. En dat hele feest gaan we nog een keertje doen om de versnelling te berekenen. Dit is een combinatie van kettingregel en productregel. Als eerste de afgeleide van de 1 keer de ander, oftewel de afgeleide van 0,1x is 0,1, maal de kettingregel fluxie x keer fluxie x. Plus, een stukje productregel, de 0,1x. En dan de afgeleide van fluxie x naar de tijd. En dat wordt natuurlijk dubbel fluxie x. Nu hebben we alle vergelijkingen en wordt het een kwestie van invullen. De snelheid in y-richting, oftewel fluxie i, is 0,1 keer x, oftewel 0,1 keer 5, keer fluxie x. En fluxie x is min 10. En daar komt uit dat de fluxie van i min 5 meter per seconde is. Hetzelfde doen we voor de versnelling, oftewel dubbel fluxie i. Dat is 0,1 keer fluxie x. En fluxie x is min 10. Keer fluxie x keer min 10. Plus 0,1 keer x. En x is 5. Keer dubbel fluxie x. En dubbel fluxie x is min 5. En daar komt uit 7,5 meter per seconde kwadraat.